Hallo, ik ben Annette Vries en we staan hier voor het gebouw van Servus. Ik zing hier iedere maandagavond in en heb hier ontzettend veel plezier mee. Ik wil jullie even meenemen naar binnen voor een rondleiding voor het gebouw, zodat we allemaal zien waar ik maandagavond ben en waar de donderdagavond gezongen wordt en de woensdagmiddag door onze kids. Kom maar binnen! Nou, welkom. Het is nu heel koud hier, want het is al weken leeg. Normaal is het lekker warm, behagelijk, maar het is echt heel stil. Hier is nog een getuige van lege bierkratjes, want we hebben hier ook ontzettend veel plezier altijd. Dit is de bestuurskamer. Het bestuur komt één keer in de maand bij elkaar. En daar wordt natuurlijk van alles besproken. En zoals nu wordt er ook besproken en besloten dat Servus nu helemaal dicht ligt. Hier wordt ook met iedereen, als je privé wat hebt of de spulletjes worden hier opgeslagen. Het is gewoon een ruimte die gewoon ook bij Servus hoort. En dan gaan we nu naar de grotere ruimtes. Hier is de ruimte waar we met z'n allen gezellig zitten. Daar is de bar. Servus is niet alleen een vereniging die hier komt en dan gaat repeteren. Maar we willen ook gewoon, omdat we toch wel een soort van verbondenheid met elkaar willen, willen we gewoon gezellig bij elkaar zitten. Dat kan door middels van deze tafels, maar je kan ook aan de grote tafels daar gaan zitten. En daar kan je dus van alles gaan bespreken. Dit is het belangrijkste gedeelte, is eigenlijk wel waar het toneel is, waar er gedanst wordt, waar de muziek gemaakt wordt. Er worden daar allemaal stoelen neergezet, want niet iedereen staat de hele avond. We kunnen ook gewoon tijdens het oefenen gaan we gewoon zitten. Dan op een gegeven moment, dan na 9 uur bij de maandag weet ik dat ze gaan dansen. Alleen de woensdag, de maandagavond is voor ons, wij zitten over het algemeen. En hier is dan de piano. Dit is ons gedeelte waar het belangrijkste gebeurt eigenlijk. Dat is het zitten en het zingen en dan het dansen. Hier gebeurt het. We hebben uiteraard ook een afdeling kleding, want zoals ik nu bijloop, daar sta je natuurlijk niet in toneel. Deze zitten in Almelo en kijk maar op www.servus.nl, daar kan je zien wanneer er uitgeleend wordt. Want ook deze kleding wordt uitverhuurd aan mensen die daar interesse in hebben. Het zijn mensen die heel veel zelf ook maken. Ze zitten dagenlang te naaien. We hebben ook eigen pruiken. Daar is ook iemand van als lid die daarvoor zorgt. Het atelier, dat is in een andere plaats. Want dat was hier in de buurt, maar dat is allemaal verhuisd. Dat wordt ook niet hier gemaakt, want dat doen ze ook allemaal zelf. Nou, dat kan niet hier, daar is het te klein voor. Dus dat is ook allemaal uitbesteed aan andere plaatsen. En daar is ook een speciaal decorploeg, speciaal mensen zijn daarvoor. Dus het is echt heel veel. Het is niet zomaar even een kleine vereniging, zo van een beetje zingen en een beetje lol. Maar er gebeurt gewoon heel veel omheen. Dit was dus het gebouw. Dit hebben jullie dus nu even kunnen zien. Wij kunnen dus nu dit jaar niet aan de Adams Family verder. Dat houdt in dat we misschien nog wel wat leden kunnen gebruiken. Want volgend jaar gaan we dus wel weer verder met de Adams Family. En wij zijn dus eigenlijk best wel op zoek naar mannen met een goede stem. Dus als je zin hebt en interesse hebt, meld je aan. Kijk op de site. Het kan ook via Facebook. Je mag 4 keer meezingen voor niks. Dus denk erover na. We hebben nog een jaar de tijd voordat we beginnen aan onze nieuwe uitvoering. Dan wens ik jullie nog een prettige dag en tot ziens.